Gemeente, wij lezen met elkaar uit Jesaja 6. Jesaja 6, vers 1 tot en met vers 9. 9a. Jesaja 6, vers 1 tot en met vers 9a. Wij lezen in Jesaja 6, vers 1, in het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is een onmerkelijk gegeven dat in de Bijbel de meerderheid van de geestelijke leiders ontdekt waren aan 2 allerbelangrijkste waarheden. Om een ware dienstknecht van de Heere te kunnen zijn, moet je 1 ontdekt worden aan de grootheid en soevereiniteit en heiligheid van de Heere, en onlosmakelijk daaraan verbonden en als vrucht daaruit voortvloeiend, moet je ontdekt worden aan je eigen zwakheid en onbekwaamheid om de Heere te kunnen dienen. De ontdekking van Gods almacht en mijn onmacht is 1 van de sleutels tot volhardend God welbehagelijk geestelijk leiderschap. En God welbehagelijk, dat betekent natuurlijk dat de Heere daar grote blijdschap en vreugde aan beleeft. De ontmoeting met de Heere in zijn goddelijke macht en majesteit en de daaruit voortvloeiende confrontatie met onze eigen zwakheid en afhankelijkheid zijn voorwaarden om tot een bruikbaar instrument te worden in de handen van de Heer. Niet in de kerk, maar in de handen van de Heer. Nu, bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. In vers 4 tot 5, of in vers 1 tot 4 moet ik zeggen, de openbaring van Gods heilige almacht. Vers 1 tot 4, de openbaring van Gods heilige almacht. In vers 5 tot 7, de ontdekking van mijn onmacht. De ontdekking van mijn onmacht. En vers 8 tot 9, de grote vraag en respons. De grote vraag en het antwoord. Maar wij beginnen natuurlijk in vers 1 tot 4 met de ontdekking van Gods heilige almacht. Er staat, in het jaar dat koning Uzia stierf, vers 1, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. De zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Nu, in een profetisch gezicht krijgt de profeet Jesaja een blik op de heilige, glorieuze majesteit van de Heer. De 3 aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, hadden een soortgelijke ontmoeting met de Heer. U moet dat voor uzelf maar een keer nalezen. Zo ook de 2 grote oud-testamentische leiders,
Mozes en Jozua, die beide op de grond van Gods heilige tegenwoordigheid hadden gestaan. Ook de profeten Jeremia en Ezechiël en ook de drie grote nieuwtestamentische apostelen Petrus, Paulus en Johannes hadden zo'n levensveranderende ontmoeting met de majesteit en de heiligheid van de verheerlijkte Christus. Nu, aan het begin van zijn profetische taak krijgt Jesaja een glimp te zien van die heilige grootheid en majesteit van de God van hemel en aarde. Nu, het belangrijkste commentaar op deze tekst in Jesaja 6 komt van de apostel Johannes. Laten wij het belangrijkste commentaar op deze tekst lezen in Johannes 12. Johannes 12, vers 37 tot 41. Laten wij dat samen opzoeken. Johannes 12, vers 37. Dat is het commentaar van de apostel Johannes op Jesaja 6. Lees er maar mee, Jesaja of Johannes 12, vers 37. En hoewel hij, dat is de Heer Jezus Christus, en hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Nou, dat is allemaal terug te lezen in Jesaja 6, maar het gaat mij nu om vers 41. Vers 41. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Nou, over wie heeft Johannes het hier? Wie is die zijn en die hem? Natuurlijk, dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Dit zei Jesaja omdat hij de heerlijkheid van wie zag? De Heer Jezus Christus voor zijn menswording. Hij zag de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus en sprak van hem. Nogmaals, de profeet zag de heerlijkheid van Jezus Christus voor zijn menswording. Het is in Jesaja 6 vers 3 dat hij Heere of JHWH, Yahweh, van de legermachten genoemd wordt en Johannes zegt dat is de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, de Heere Jezus Christus draagt dezelfde naam als God, de Vader. En dat betekent niets minder dat de Heere Jezus Christus gelijk is aan Yahweh. Dat hij gelijk is aan God. De Heere Jezus Christus is de Heere en tegelijkertijd is hij van hem onderscheiden. Leg Jesaja 6 en Johannes 12 naast elkaar. Je hebt een onweerlegbaar getuigenis van de godheid van de Heer Jezus Christus. Jesaja zag de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. De Bijbel zegt: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard, verklaard. De Heer Jezus Christus is de openbaring van de Heere God. En daarom dat hij kon zeggen: wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Nu lezen we in onze tekst in Jesaja 6. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten. Dat is dus de Heere Jezus Christus voor zijn menswording. Op een hoge en verheven troon. En dat is een beeld van grote macht en koninklijke majesteit en grootheid van de Heere Jezus Christus. Kijk, koning Uzia mag dan gestorven zijn in het jaar dat koning Uzia stierf, staat er. Geen paniek. De Heere, de schepper en onderhouder van hemel en aarde, de grote koning zit op zijn troon. De koning in Israël, of de troon in Israël, is tijdelijk onbezet. Maar de troon van hemel en aarde is voor altijd bezet door de Zoon. Hij is de enige soevereine machthebber van het universum. Hij is de allerhoogste en de allerbeste die doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. En alles wat hij doet
is goed en hij zit op de troon. Dus te midden van alle aardse tumult en oorlog en ramp en dreiging vraagt de mens zich soms vertwijfeld af. En ook hoor je dat wel eens in de kerk. Waar is God in dit alles? En het antwoord moet iedere keer zijn, daar waar hij altijd is. Hij is op de troon. God zit op de troon. Nu zegt vers 1b, en zijn zomen vulden de tempel. De zomen van de mantel van zijn goddelijke heerlijkheid vulden de tempel. Let op, niet zijn gewaad, niet zijn mantel vult de tempel. Nee, er staat hier de zomen van zijn gewaad. De zomen van zijn mantel vulden de tempel. En ook dat is bedoeld om opnieuw die verhevenheid en grootheid en heerlijke majesteit en luister van de Heer Jezus Christus aan te geven. Kijk, dit is mijn jasje, dat zie je. Maar dit is de zoom van mijn jasje. En de zoom van mijn jasje, mijn mantel, stelt helemaal niets voor. Maar de zoom van zijn mantel vult de tempel. Niet eens zijn mantel, maar alleen de zoom. En nogmaals, dat is bedoeld om de verhevenheid en grootheid en majesteit, de goddelijke heerlijkheid van de Heere Jezus bekend te maken. Jesaja zag de Heere en die blik op de verheerlijkte Christus. Wat een levensveranderende impact op zijn leven. Maar het visioen is nog niet ten einde. In vers 2 ziet hij serafs. Nou, we weten niet wie serafs zijn. We hebben daar ook over gezongen in Psalm 99, meen ik. Maar dit is de enige plaats in de Bijbel waar serafs bij name genoemd worden. Het woord seraf betekent brandende of vlammende. En men denkt wel aan engelen van vuur die voor de troon van God staan. Hooggeplaatste engelen die in vuur en vlam staan voor de God van hemel en aarde. Hier heel bijzonder de Heer Jezus Christus. En daarbij zijn serafs, net als alle andere engelen, dienende geesten, dienende geesten. Nou, wat doen deze serafs hier in vers 3? Met twee vleugels bedekken zij hun aangezicht. We hebben het gehoord bij het kindermoment. Met twee vleugels bedekten zij hun voeten. Nou, het bedekken van je gezicht en voeten was in de oudheid een teken van ontzag, eerbied en aanbidding. Wat dat betreft kunnen wij nog wat van deze serafs leren. Ze vereren en aanbidden de Heere vanuit hun heilig ontzag en eerbied en bedekken daarbij hun gezicht en voeten. Dat is trouwens ook wat Mozes deed bij de verschijning van de Heere in de brandende doornstruik. De Bijbel zegt, Mozes bedekte onmiddellijk zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. En van de profeet Ezechia lezen wij dat hij bij de verschijning van de heerlijkheid van de Heere zich met zijn gezicht ter aarde wierp. En zo zijn er vele andere voorbeelden te noemen. Bedekken met twee vleugels. Met twee vleugels bedekten zij hun aangezicht. Met twee vleugels bedekten zij hun voeten. En met twee vloog hij. Van de zes vleugels worden er maar twee gebruikt om te vliegen. En dat is een beeld van hun onmiddellijke inzetbaarheid. Bij de eerste, de beste opdracht van de troon komen zij onmiddellijk in vliegende actie om de Heere te dienen. Het zijn dienaren van de Heere God. Dat is de taak van deze serafs. Maar daarbij lezen wij dat het ook hun taak is om de Heere te prijzen. Vers 3. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Let op wat zij roepen. Ze roepen niet liefde, liefde, liefde is de Heere van de legermachten. En natuurlijk is dat ook belangrijk, maar dat roepen ze niet. Ook roepen zij niet barmhartig, genadig en langmoedig is de Heere van de legermachten. Ook dat is hij, maar ook dat roepen zij niet. De een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nu in Openbaring 4 lezen wij, zij hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was, die is en die komt. Openbaring 4 vers 8. En wij horen hier het hemelse sanctus, het hemelse heilig.
En dan lezen wij in Openbaring 4 dat ze dat dag en nacht roepen. Toen jij gisteravond je zat te ontspannen, proclameerde zij de heiligheid van de Heere God. En toen jij vannacht lag te slapen, proclameerde zij de heiligheid van God. Vanmorgen toen jij aan het ontbijt zat, proclameerde zij de heiligheid van de Heere God. En onderweg naar de kerk, proclameerde zij de heiligheid van de Heere God. En wanneer wij op ditzelfde moment ons oor aan de hemelpoort te luisteren zouden kunnen leggen, dan horen wij: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt. Zij jubelen, zij proclameren de heiligheid van de Heere van de legermachten. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. En het feit dat ze dat driemaal doen, wijst op de intensiteit, een absolute, ultieme, volmaakte heiligheid van de Heere. Hij is oneindig heilig. Nou, dat gaat ons menselijk onheilig verstand te boven. Het wijst op zijn oneindige verhevenheid boven al het geschapene. Zijn absoluut afgescheiden zijn van alle zonden. Onze Heere Jezus Christus is rechtvaardig, hij is puur, hij is foutloos, zondeloos, smetteloos, volmaakt, rein, zuiver. Hij is de driemaal heilige Heere Jezus Christus. Hij is de opperste heilige, de volmaakte heilige, de allerheiligste Heer. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. Nou heb ik een vraag. Wat is in de hemel, de woonplaats van de Heere God, zijn meest gehoorde en de meest geproclameerde eigenschap van de Heere God? Inderdaad, zijn heiligheid. Vraag. Wat is in onze hedendaagse liederbundels, in onze kerken en samenkomsten en persoonlijke levens de meest gehoorde en bezongen eigenschap van de Heere God? Inderdaad, zijn liefde. En o, hoe heb ik het nodig om te weten een geliefde te zijn van de Heere God. Maar als in de troonzaal van de hemel de heiligheid van de Heer non-stop beleden wordt, dan behoort dat ook de inhoud en toonzetting van onze gemeente en liederen en persoonlijke levens te zijn. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, broeders en zusters, dat we daar mijlenver van af zijn gedwaald. Dat wat dag en nacht onafgebroken in de hemel klinkt, zou ook onophoudelijk in de kerk moeten klinken en in onze persoonlijke levens moeten doorklinken. In onze huwelijken moeten doorklinken. In onze persoonlijke levens moeten doorklinken. De een riep de ander toe: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En op hetzelfde moment dat die serafs de heiligheid van de Heere proclameren, lees je, wat staat er? De deurposten beefde van het luide roepen en werd het huis vervuld met rook. Nou, enerzijds heeft die rook de bedoeling om de heerlijke majesteit van de Heer een beetje te verhullen. Zo lezen we bijvoorbeeld bij de verschijning van de Heer op de Sinaï. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. Heel de berg beefde hevig. Dan heb je zelfs een berg die beeft en waar rook is. Anderzijds is het ook, deze rook, de zichtbare manifestatie van de heerlijkheid van de Heer. Zo lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 15, de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. Nou, het is moeilijk te zeggen wat er precies bedoeld wordt met deze rook, maar het beeld is duidelijk. Het gaat opnieuw om de grootheid en majesteit en ontzagwekkende heerlijkheid van onze drie-enige God, wat tot vrezen en beven leidt. Nou, wanneer je tegenwoordig in een evangelische of een baptiste gemeente spreekt over vrezen en beven, denken ze, waar komt die man vandaan? Wat een achterhaald iets, vrezen en beven voor God wel. Nee, we gaan uit ons dak wanneer er over de Heere God wordt gesproken. En toch zien we in de Bijbel een andere beweging. Daar waar God werkelijk ontmoet wordt, zien we een vrezen en een beven. En
tegelijkertijd een vrees en beven voor Abba, die je mag kennen in een persoonlijke relatie. Jesaja ziet de Heere Jezus Christus in zijn goddelijke majesteit. En dat verandert zijn leven. En dat vormt het begin van zijn bruikbaarheid voor de Heer. Ik ben ervan overtuigd dat elke gelovige door de Heilige Geest ontdekt moet worden aan de absolute heiligheid en goddelijke majesteit van de Heer. En tevens ben ik ervan overtuigd geraakt dat vele christenen daar nog niet aan ontdekt zijn. Ze geloven in de Heer Jezus Christus, ze gaan naar de kerk. Ze bidden, lezen, zingen psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Maar ze zijn nog nooit werkelijk ontdekt aan de absolute heiligheid en goddelijke majesteit van de Heer. Dat is niet een majesteit en een vrezen en een beven die op afstand houdt. Maar dat is juist een vrezen en beven. Een ontzag en eerbied in de directe nabijheid van de Heere God. Niet op afstand. En daarmee houden veel christenen er een klein menselijk godsbeeld op na. Wat feitelijk een afgodsbeeld is. Waar ze alles behalve voor beven en ontzag voor hebben. De manier waarop ze over de Heere spreken soms en ook zingen. Spreekt alles behalve van dat heilig ontzag. Broeders en zusters, het gaat er niet om dat we visioenen gaan zien. Maar ik pleit er wel voor dat wij door persoonlijke en vertrouwelijke omgang met de Heer ontdekt worden aan zijn heerlijkheid en heiligheid. Dat je in je binnenkamer zo onder beslag mag komen van de grootheid en majesteit van de Heere God. Dat je klein maakt en ootmoedig, we hebben het straks gehoord, knielt, buigt voor hem. Het gaat mij om een bewustwording van Gods absolute volmaakte wezen, zijn eigenschappen, zijn namen, zijn natuur, zijn goddelijke majesteit. Packer zegt in zijn boek God leren kennen, mensen die God kennen, zetten zich volledig voor hem in. Oké. Mensen die God kennen, zetten zich volledig voor hem in. Als dat waar is. Daniel zegt, het volk dat zijn God kent, is sterk, zal daden doen. Zij worden met andere woorden nooit moe om de Heere te dienen. Wanneer je door het woord en de Heilige Geest een glimp van zijn heerlijkheid hebt ontvangen en beseft wat voor geweldig grote God hij is, dan resulteert dat in restloze overgave en toewijding en wil je niets anders dan voor hem leven en hem dienen. En dan zal niets wat hij van je vraagt te veel gevraagd zijn. Dan wil je alleen nog maar hem eren, hem dienen en geen ander zo groot, zo heerlijk, zo vol majesteit als hij is. Mensen die God kennen, die zullen hem met de totaalsom van hun leven dienen. Maar hoeveel mensen die zichzelf christen noemen zijn halfslachtig in de navolging van de Heer en denken niet groot van hem. En feitelijk betekent dat maar één ding. En ik zeg dat tegen mezelf en tegen ons allen. Hoor het voor jezelf aan. Het betekent maar één ding en dat is dat ze in tegenstelling tot Jesaja nooit een glimp opgevangen hebben van de majesteit en heerlijkheid en de ontzagwekkende heiligheid van de Heer. Velen zijn nog niet aan hem ontdekt en hebben hem nog niet gezien. Want als je hem ziet, verandert dat het totaal van je leven. Dan ga je hem liefhebben en aanbidden en vereren en dienen en zijn woord lezen en overdenken en gehoorzamen zoals je dat nog nooit eerder gedaan hebt. En geen mens en geen duivel die je daar dan nog van kan weerhouden. Het is de hoogste tijd dat wij door intensieve, geestvervulde Bijbelstudie, door geestvervulde Bijbelverklarende prediking, door geestvervulde Christusverkondiging, ontdekt worden aan de allerhoogste majesteit en heerlijkheid en heiligheid van de Heere. Wij bidden met Mozes, Heere, doe ons uw heerlijkheid zien. Heere, doe ons u kennen. Daar begint het mee. Dat is de eerste stap. De ontdekking van God. Na de ontdekking van Gods heilige majesteit volgt de verootmoediging en de ontdekking van mijn onmacht. Lees maar mee, nadat Jesaja de Heer gezien heeft, ziet hij zichzelf, en dat is gemeente, een enorme confrontatie. Vers 5, toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning,
de Heere van de legermachten, dat is Christus in deze tekst, de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Toen Ezechiël de Heere zag, de Heer Jezus Christus de koning, viel hij op zijn aangezicht. Toen Johannes de verheerlijkte Christus zag, de Bijbel zegt, viel hij als dood voor zijn voeten. Johannes 1, Openbaring 1, vers 1. Toen Johannes de verheerlijkte Christus zag, viel hij als dood voor zijn voeten. En Jesaja zegt, wee mij. Ik zal u zeggen, wanneer wij werkelijk Christus, de verheerlijkte Christus, in ons leven ontmoeten, of hier in de gemeente, dan ga je niet uit je dak. De apostel en de profeet zeggen niet, wauw, ze zeggen wee. Wee mij. Nu heeft hij in het voorgaande hoofdstuk 6 keer het wee uitgesproken over anderen, namelijk over Israël. Nu moet je weten dat het getal 6 voor de Heer het getal is van de onvolkomenheid en de onvolmaaktheid. In de Bijbel heeft het getal 6 allerlei negatieve bijklanken. In de Heilige Schrift geeft de Heer de voorkeur aan het getal 7. En bij het lezen van de profeet Jesaja vraag je je dan af, wanneer klinkt dan dat zevende wee? Over wie zal dat worden uitgesproken? Het ultieme en het noodzakelijke wee. Wanneer Jesaja in de heilige tegenwoordigheid van de Heer ontdekt is aan de totale verdorvenheid van zijn leven, de ondergang van zijn eigen ik, roept hij over zichzelf uit. Wee mij, want ik verga. En dat is wat er gebeurt wanneer een mens de heilige majesteit van de Heer Jezus Christus ontmoet, de verheerlijkte Christus ontmoet. En dat is een voorwaarde om door hem gebruikt te worden. Let op, het is niet een voorwaarde om kerkelijk actief te worden. Er zijn velen kerkelijk actief. U kunt zelfs een fulltime baan hebben in de kerk. Zonder ooit werkelijk ontdekt te zijn aan Gods heilige almacht en daarmee onze onmacht. Mensen, het gaat erom een uitverkoren werktuig te worden in zijn hand. Zoals Maarten Luther zei, de Heere God heeft de hemel en de aarde uit het niets geschapen. En hij maakt gebruik van mensen die ontdekt zijn aan zijn heilige tegenwoordigheid. En die zelf tot niets zijn geworden. Jesaja is met stomheid geslagen, hij kan niet spreken. Wat zou iemand in de tegenwoordigheid van zijn grote en machtige God nog kunnen uitbrengen? Wat zou hij anders kunnen doen dan zijn zonde belijden en erkennen? En zeg, ik ben een door en door ontslechte, ontaarde zondaar. In het licht van Gods heiligheid zie ik mijzelf zoals ik werkelijk ben. Weet je? Je zegt, ja, maar ik ben een christen, ik heb vergeving van zonde ontvangen. En toch wens ik je zo toe. Toch wens ik jou zo toe. Dat je in je ontmoeting met de Heere zo overtuigd mag worden van de verlorenheid en de zonde van je leven. Want daarna gaat de genade in je leven zo stralen. En word je door de vergeving die je ontvangt zo vergevingsgezind mens. Zo aangenaam mens om mee aan, om te gaan in huwelijk en gezin, gemeente en samenleving. Jesaja is met stomheid geslagen. Let op, broeders en zusters, de openbaring van de heerlijkheid van Christus veroorzaakt geen vervoering, geen extase, maar pure verschrikking bij de profeet. Hij weet zichzelf volkomen geruineerd, onmachtig en klein. Deze openbaring van Gods almacht leidt tot de erkenning van zijn onmacht. Ken jij iets van deze verschrikking, van dat heilige ontzag, van die eerbied en die vrees? Ben jij daaraan ontdekt? Velen horen dergelijke boodschap. Je hoort dit aan en je denkt nu bij jezelf. Waar heeft hij het over? Als ik spreek over totaal tot op het bot eigenlijk verzondigd zijn, dan denk je dat ik het over anderen heb, maar zeker niet over jou. Niet dat ik mezelf als een heilige zie, hoor, zeg je, maar tot op het bot door de zonde geïnfecteerd. Nee, echt niet. Zulke slechte mensen zijn we nog niet. Ja, gemeente, broeders en zusters, dames en heren, dat kun je volhouden zolang je nog niet ontdekt bent aan de ontzagwekkende heiligheid van de Heer.
Want de openbaring van Gods heiligheid leidt onontkoombaar tot de openbaring van wie je zelf bent. En dat betekent de totale bankroet van je leven, het absolute onmacht, wee mij. Dan blijft er niets van jezelf over. En uit dat niets kan de Heere God een hemel en aarde scheppen. Hoor je? Uit dat niets, er blijft niets van jou over. Wat een geluk! Want God schept een hemel en een aarde uit niets. Jij bent niets. Daarom dat de Heer je zo geweldig kan gebruiken en zijn majesteit in jouw leven manifest kan worden. De profeet maakt zich het meeste zorgen om datgene waar wij ons het minste zorgen om maken. Hij is bezorgd om de onreinheid van zijn lippen. Hij zegt, wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen, woont te midden van een volk met onreine lippen. Het gaat hier om wat Jacobus noemt de zonde van de tong. En daarbij kun je denken, let goed aan verdachtmakingen, onvriendelijke woorden, roddel, kletspraat, brallen, onwelvoegelijke taal, gevloek, getier, liegen en bedriegen. Stel even dat buiten de zonde van de tong alle andere zonden buiten beschouwing gelaten zou worden. Van de 613 en geboden en verboden zouden er 612 buiten beschouwing gelaten worden. Maar op basis van de zonde van de tong zou geen mens staande blijven voor de driemaal heilige God. Wee mij, ik verga, ik ben een man met onreine lippen. En natuurlijk gaat het hier niet alleen maar om de zonde van de tong. De Heere zegt, de dingen die uit de mond komen, dat wil zeggen over je lippen komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het, zegt de Heer Jezus, die de mens verontreinigen. Met andere woorden, wee mij, want in het licht van de Heer wordt duidelijk dat ik werkelijk een tot op het bot verdorven mens ben. En dat blijkt dan uit wat er over mijn lippen komt. Wat ik tegen anderen over de Heere spreek, wat ik tegen mijn naasten over weer anderen spreek. Wee mij. Wat dat betreft, broeders en zusters, zij werken qua zonde veel erger aan toe dan wij beseffen. Veel erger. Maar dat zul je pas toegeven nadat je ontdekt bent aan de driemaal heiligheid en macht en majesteit van de Heere Jezus Christus. Pas dan zien we in hoe ver we verwijderd zijn van het doel van Gods heerlijkheid. Verootmoediging, wee mij, is een voorwaarde voor bruikbaarheid. Alleen wanneer je zoals Jesaja tot de erkenning komt dat je niets bent. Dat je in het licht van de Heere door en door zondig bent. Dat elke vezel van je lichaam slecht is en dat er geen goed in je woont. Kun je ten volle door de Heere God gebruikt worden. Dan zeg je, dat is typisch oud-testamentisch. Wel nee, dat is niet oud-testamentisch, dat is voluit Bijbels. Het is niet toevallig dat Romeinen 7 vooraf gaat aan Romeinen 8. Eerst moet ik ontdekt worden aan het feit dat in mij niets goeds woont. En dat ik van nature tot alle kwaad geneigd ben. Paulus roept dat ik ellendig mens. En alleen vanuit die ontdekking zal ik mij in afhankelijkheid overgeven aan de Heilige Geest in Romeinen 8. En daar gaat het om, gemeente. Dan verwacht je dus niets meer van jezelf, maar alles van de Heer. Het gaat erom dat je niets wordt, zodat de Heer een hemel en een aarde kan scheppen uit het niets. Zodat je bruikbaar wordt in zijn hand. Maar gelukkig stopt het hier niet. Het is goed nieuws. Lees maar mee. We gaan afsluiten in vers 6 en 7. Maar een van de seras vloog naar mij toe. De gloeiende kool in zijn hand, die met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij de mond aan, mijn mond aan, en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Zondaren worden ontzondigd, gereinigd en gezuiverd. En die ontzondiging vindt plaats door, wat staat er hier, vuur van het altaar. Vuur staat in de Bijbel niet alleen voor het oordeel, maar ook voor zuivering, reiniging en ontzondiging. En in die laatste betekenis wordt het hier gebruikt. Het altaar symboliseert de hele voorziening voor de vergeving die de Heere God in de tempel had ingesteld, tot ontzondiging van het volk. Jesaja wordt ontzondigd, niet door eigen inspanningen, maar door de genade van God alleen. Broeders en zusters, de weg tot ontzondiging is belijdenis.
De Bijbel zegt, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Alleen wanneer wij onze zonden erkennen en belijden, zullen wij de bevrijdende kracht en vergeving en ontzondiging van de Heere ervaren. En dat is wat Jesaja deed. Hij erkent het bankroet van zijn leven en daarop volgt de ontzondiging en verzoening. Mijn vraag is, ben jij reeds door de Heere ontdekt aan je geestelijke onmacht? Ben jij in zijn licht ontdekt aan wie je zelf bent? Heb jij de onreinheid van je leven erkend en ben je ontzondigd? Ontzondigd met het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Zijn bloed reinigt immers van alle zonden. Dan nu de grote vraag, vers 8. Daarna, dus na de 7 voorgaande versen, daarna, na alles wat we tot nu toe met elkaar besproken hebben, daarna hoorde ik de stem van de Heer en hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Broeders en zusters, voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, in macht en hemelse heerlijkheid, heeft de Heere nog veel werk te doen. Er is een afgedwaald volk wat tot hem teruggebracht moet worden. Er zijn schapen die binnengebracht moeten worden. Kinderen Gods die vergaderd moeten worden. Hoe gaat de Heere dat doen? Antwoord, wonder boven wonder. Dat doet hij door mensen. Dat doet hij door mensen. Hij forceert niemand om het werk voor hem te doen. Hij vraagt, dit is het werk, wie wil er voor ons gaan? Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Ben jij bereid om te antwoorden? Wat is jouw respons op zijn vraag? Op de vraag, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Antwoord ik deze morgen persoonlijk, zoals u ook al gehoord hebt. Zie, hier ben ik, zend mij. Maar wat is jouw antwoord op deze vraag? Ja, zeg je, maar hoe zou de Heere mij ooit kunnen gebruiken? Mij gebruiken? Kan de Heere mij gebruiken? Ik heb geen noemenswaardige bekwaamheden. Nou, daar zou ik het volgende op willen antwoorden. Als de Heere God uit niets de hemel en de aarde geschapen heeft, kan hij ook een nietsnut gebruiken. En het voorbeeld daarvan staat voor je. Als de Heere God een nietsnut als mij kan gebruiken, dan kan hij iedereen gebruiken. Dan kan hij ook jou gebruiken. Zijn kracht wordt juist in zwakheid geopenbaard. Dit is het woord van de Heere voor u. Niet door kracht, noch door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Niet onze zwakheid is het probleem om door de Heere gebruikt te worden. Even, hoor goed wat ik zeg. Niet jouw zwakheid, niet jouw niet zijn is het probleem om door de Heere gebruikt te worden. Het probleem om door de Heere gebruikt te worden is jouw vermeende eigen kracht, wijsheid of kennis. Dat is het ware obstakel, niet om kerkelijk actief te zijn, maar om door Hem gebruikt te worden. Wanneer jij bereid bent om in het licht van de Heere werkelijk ontdekt te worden aan jezelf, dan zul je uit dankbaarheid en liefde je restloos aan hem overgeven en zeggen, zie, hier ben ik, zend ook mij. En dan zegt de Heere, ga. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hen lerende alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de vereinding van de wereld. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.